Als ik mag kiezen tussen een raket of een micro, dan zal het toch mijn microfoon worden. We zijn hier samen met Hannes. We gaan even kijken hoe hij het stelt bij een agent. Hannes, we hebben je net gesquashed, maar dat is jouw hoofdsport niet. Nee, dat is inderdaad voetbal. Ik speel dus bij KA Gent, bij de A-kern. Al 6 jaar ondertussen speel ik bij Gent. Ik ben begonnen bij de min 12. En ik ben daar heel graag. Ik doe dat met hart en ziel. Ben je of was je ook zelf supporter van AA Gent? Jawel, ik ben dus van mijn 12 jaar al zit ik in het stadion. Elke thuiswedstrijd te supporteren. En ik ben daar nu enorm blij voor dat ik bij de A-kern, dat ik deel uitmaak van de A-kern. Dat is op zich voor mij een droom. Is het niet vreemd om nu met de spelers zelf in de kleedkamer te staan in plaats van in de tribune te staan? Ja, dat was de eerste training in augustus. Was dat wel een beetje raar. Want tenslotte keek ik daar zodanig naar op en dan stond ik daar zelf tussen. Dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Ik kwam mij ook een beetje bedeesd. Ik ben een beetje timide, dus rustig integreren en dan zien we wel. Dat weerspiegelt zich ook wel in jouw hobby. Je speelt gewoon squash met jouw vrienden. Ja, ik doe dat graag, vooral in het tussenseizoen. Het is ook vrij intensief. Gewoon een beetje voor het plezier en ook om de conditie natuurlijk op peil te houden. Gewoon een beetje squashen, dat kan heel ontspannend zijn. Je gaat ook nog naar school. Welke richting volg je? Ik zit in mijn laatste jaar Latijn-moderne talen. En die combinatie met voetbal lukt vrijwel goed. Volgend jaar ga ik ook proberen verder studeren aan de universiteit in Gent. En dan zien we volgend jaar wel wat dat wordt. Is dat allemaal combineerbaar voor jou? School en topsport? Goh, ja, mijn school geeft mij voldoende faciliteiten, dus ik mag veel dagen missen. 2 keer in de week train ik ook met Gent mee in de voormiddag. Ook de nationale ploeg, dat vormt geen enkel probleem voor mijn school. Dus op dat vlak is de combinatie niet zo zwaar. Qua studies, goh, lukt dat allemaal wel nog? Ik heb het geluk dat ik vrij snel iets oppik. En daarom lukt het wel nog vrij goed. Hoe ziet een gewone courante dag eruit voor Hannes? Om 6:45 opstaan. Dan ga ik met de trein naar school. Dus een kwartiertje op de trein naar school. Daar breng ik dan de ganse dag door. En dan rijd ik rechtstreeks van Gent, van Denderleeuw, waar ik naar school ga, door naar Gent voor de training met de belofte. En dan kom ik thuis en is er nog studiewerk dat op mij wacht. Hoe reageren de andere spelers op jou? Ik weet dat eigenlijk niet. Ik kom goed met hen overeen. En ik denk dat zij mij ook appreciëren als mens en als voetballer. Net zoals ik hen. En ik heb met niemand een probleem. En ik wil dat ook zo houden. Is er een speler waarbij je van in het begin al naar opkijkt? Daarom niet per se bij Gent? Nee, niet echt. Ik kijk niet echt naar iemand op. Ik vind het vooral belangrijk om mijn eigen weg te volgen. Er zijn natuurlijk wel profielen van internationale spelers waarvan ik denk van die zijn carrière zou ik wel willen hebben. Of die zijn kwaliteiten liggen wel dicht bij de mijne, maar dan op een ander niveau. Maar anders niet echt idolen, zoals ze zeggen. Waar sta je ergens op het veld? Wat is jouw positie? Ik ben een centrale middenvelder. Met een moderne term noemen we dat box-to-box. Dus een loper, zoals ze eigenlijk zeggen. Zowel aanvallend als verdedigend. Dat is mijn beste positie, denk ik.